Het CDA-Ude maakt geen deel meer uit van de coalitie. Dinsdagavond kwamen de fracties bijeen om over de benoeming van een vijfde wethouder te praten. Sinds CDA-wethouder Mirjam van der Brand vertrokken is, gingen er allerlei verhalen de ronde. Het meest actuele was dat alle coalitiepartijen behalve het CDA het beter vinden om geen vijfde wethouder meer te benoemen. Dit zou met bezuinigingen te maken hebben omdat de andere fracties geen vijfde wethouder wilden en zelf ook niets in wilden leveren, is het coalitieakkoord verbroken en doet het CDA niet meer mee. De oppositiepartijen hadden al eerder te kennen gegeven dat de keuze om met vier wethouders door te gaan een goede is wat hen betreft. Met het vertrek van het CDA blijven er drie wethouders over. Na verwachting gaat het college nu op zoek naar een vierde wethouder.